Afgelopen zondag speelde PEC Zwolle in de Eredivisie wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die eindigde in een 3-2 overwinning voor de Deventeraren. En Evert-Jan sprak met trainer Ronjans. Want laatst zei iemand tegen Evert-Jan dat PEC Zwolle het eerste kwartier stond te slapen. Ja, ik word er soms zo flauw van mensen die van de buitenkant op de bank zitten en dan hebben we over een kwartier slapen. We hebben een paar keer geslapen, heel slecht verdedigd in een paar situaties, maar niet een kwartier lang. Dat zijn gewoon momenten die gebeuren en het zal wel eens vaker bij ons gebeuren. Wij zijn allemaal mensen en we doen het heel goed, maar we hebben gewoon het eerste kwartier twee enorme fouten gemaakt in de verdediging. En daar kwam er later nog eentje bij een corner. En dus het heeft niet met slapen te maken en dat de jongens niet willen of dat ze niet scherp zijn, maar dat heeft te maken dat ze gewoon in situaties gewoon een totaal verkeerde oplossing hebben gekozen. Ja, en daar is deze week veel op getraind, op situaties, standaard situaties, corners. Wij trainen elke week op dat soort dingen, dus we hebben er wel weer extra aandacht aan besteed, want 58% van de goals die wij tegen krijgen, komen uit spelervattingen. En vorig seizoen waren we daar ook al niet sterk in. Maar volgens mij hebben wij nu meer kopkracht dan vorig seizoen. Dus het zou eigenlijk het beter moeten en daar werken we aan. Ook nog even over het eerste kwartier. Zijn volgende opmerking was dat komend weekend zal PEC Zwolle er geen last van hebben, want er is een uur langer te slapen s'nachts. Ja, ik vind echt dat... Dat geldt of het nou het Nederlands elftal is of andere teams. Er zijn zoveel mensen die roepen maar wat van de zijkant. En die moeten zelf maar eens gaan voetballen of trainer zijn. Dan weten ze dat die jongens echt keihard hun best doen. En hartstikke hard werken, maar fouten maken. Dus ook met dat slapen. Ik zie daar vandaag even de humor niet van in. Goed, maar fouten worden er hopelijk zondag niet gemaakt. Heerenveen, een ploeg die het moeilijk maakt zondag. Alleen niet steeds dezelfde fouten en beslissende fouten. Maar we zullen de bal toch wel een keer verliezen in 90 minuten. Of dat je een keer een duel verliest. Dus fouten horen gewoon bij voetbal. Alleen, ja, dat waren geen fouten. Dat waren gewoon enorme blunders. Maar nogmaals, het is allemaal mensenwerk. Ja, dat is het mooie van voetbal. Dat hebben we deze week Europees ook weer gezien eigenlijk. Ja, nou ja, dat is ook zoiets dat je Feyenoord en PSV dingen ziet doen dat je denkt van, daar valt wel wat te halen. En dan valt het gewoon twee keer tegen. Maar ja, dat is ook niet omdat ze niet willen. Hoewel, bij PSV had ik het gevoel dat ze in de slotfase dachten dat ze dachten van deze winnen we wel. En die kwamen van een koude kermis thuis. Maar bij Feyenoord vond ik het vooral heel, heel ongelukkig, moet ik zeggen hoor. Hartelijk dank. Oké, dankjewel. Evert-Jan Pasma in gesprek met trainer Ronjans na die wedstrijd Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle. Evert-Jan sprak ook met Wout Brama, de nieuweling in de selectie van PEC Zwolle. Ook na die wedstrijd Go Ahead tegen PEC. Ja, want Wout Brama had een droomdebuut moeten maken. Ja, moeten maken eigenlijk. Want die kans, dat was een grote kans. En natuurlijk lag er nog een verdediger voor en een keeper. Maar ik wou hem hoog korte hoek schieten. En ik raak hem iets te aan de onderkant. En daardoor gaat hij over, helaas. En ik moet hem nog een keer terugzien. Maar volgens mij had ik hem misschien zelf nog een tweede instantie terug kunnen leggen op Neerziet. Ja, want dat had natuurlijk verschrikkelijk mooi geweest als die erin was gegaan. Ja, en dan hadden we ook nog ik denk een minuut of 8 of 10 gehad om de winnende te maken. Want het zat er wel aan te komen, vond ik. Ik vond ons laatste half uur wel echt sterk zijn. En je zag dat de Eagles ver terug moest. En, maar goed, de eerste helft begon natuurlijk niet zo goed. En, dus uiteindelijk is het misschien wel terecht te verliezen hier. Alleen, er had wel meer in gezeten nog uiteindelijk. Het laatste half uur erg sterk, dat was het laatste half uur dat jij erin stond. Ja, ik zeg niet voor niks. Nee, maar goed, je keek de eerste uur wel vanaf de bank. En dat was zeker het begin tenenkrommend. Nou ja, de goals werden iets te makkelijk weggegeven. En dat kan natuurlijk niet. En die corner staat helemaal vrij. En die eerste goal was ook... Er gebeurt niet zo heel veel. En dan staat in één keer helemaal vrij in de 16. Ja, dat zijn de goals die je te makkelijk weggeeft. En uit de niets maken we eigenlijk 2-1. Dan denk je, als je daar zo de rust in gaat, dan kan het nog heel mooi worden. Alleen dan wordt het voor ons nog 3-1. En dan wordt het wel een stuk lastiger. En dat was ook weer een weggever uit een hoekschop. Ja, precies. Dus dat kan natuurlijk niet, maar... na rust maken we weer een aansluitingstreffer. En dan denk je, als we nu doordrukken, dan kan het nog. En mijn kans, ik denk Ben Rienstra nog. En er was nog iemand die een grote kans had. En Nikos voor mijn kans. Dus kansen zat gehad om uiteindelijk gelijk te spelen. Ja, het was wel snel en onverwacht, je debuut in het eerste. Ja, klopt. Ik werd gisteravond, uurtje of 7:30, denk ik, 8:00, gebeld door de trainer dat ik er toch bij zat. Dat was niet de bedoeling. Jesper Drost was geblesseerd geraakt gisteren op de training. En, helaas konden we er niet bij zijn vandaag. En,
Ja, dan mocht ik mee en daar was ik natuurlijk heel blij mee. En dan hoop je op speelminuten. Nou, het is ook nog eens gebeurd. Dus ja, al met al is het van mij heel snel gegaan. Maar ja, ik ben er ook heel blij om. Ja, maar je hebt wel gezien vanaf de kant, denk ik, dat er nog wel wat werk ligt in het veld. Ja, natuurlijk was het vandaag de eerste helft niet goed. Maar Zwolle staat niet voor niks zo hoog op de ranglijst. Dus er gaat ook heel veel goed hier. Ja, en dat mag jij onderdeel van ooit gaan maken. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb lang genoeg aan de kant gestaan. Dus hopelijk kan ik zo snel mogelijk hier mijn steentje bijdragen. Dus toch nog een beetje een glimlach, ondanks het verlies. Ja, maar goed, de nederlaag overheerst nu natuurlijk wel. Alleen, persoonlijk ben ik wel blij dat ik weer terug ben en ergens weer bijhoren en mee kan doen om op het veld en in de stadions voor punten te spelen. En ik heb natuurlijk eigenlijk alleen maar getraind. En dat is natuurlijk niet zo leuk als de wedstrijden spelen. Dat is het leukste wat er is voor een voetballer. Dus ja, daar ben ik blij om. Maar de nederlaag overheerst vandaag absoluut. En nu maar hopen dat die komende wedstrijd ook bij de selectie zit. Want er komen mooie wedstrijden aan. Ja, klopt. Maar maandag of morgen eerst met de tweede tegen Heerenveen. En dan zien we wel weer verder. Ja, en dan met de eerste van Heerenveen komt ook. Dan wil je er ook weer bij zitten, toch? Ja, laten we morgen goede generalen van maken. En dan in het weekend nog een keer afmaken. Gaan we zien. Bedankt. Okay. Wout Brama na die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgelopen zondag. Die eindigde in een 3-2 overwinning voor Go Ahead Eagles. Volgende week, zondag 26 oktober, speelt PEC Zwolle een eredivisiewedstrijd tegen SC Heerenveen. Evert-Jan Pasman sprak ook daarover met trainer Ron Jans. Want SC Heerenveen is altijd een moeilijk te bespelen ploeg voor Zwolle. Nou, we kunnen alleen maar winst boeken. We hebben vorig jaar 2 keer verloren van Heerenveen. En er zijn een paar van die ploegen. Vitesse was er ook een en die hebben we thuis verslagen. En als wij echt, waar wij nu staan, dat wij zo hoog mogelijk willen eindigen, dan zul je ook wedstrijden moeten winnen van Vitesse, van Heerenveen. Groningen komt eraan. En dan is Heerenveen zondag de eerstkomende. En het is duidelijk wat onze bedoeling is. Ja, vooral deze wedstrijden, want bovenin het linker rijtje staat allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, dat gaat ook niet veranderen, denk ik. Ik denk dat echt er een hele groep tot aan de laatste wedstrijd dicht bij elkaar zal staan. En daar willen wij er gewoon voor zorgen dat wij hoger staan aan het eind dan vorig seizoen. Ja, even over de selectie. Jesper Drost zie ik er weer bij. Haakt er zondag af. Dat is weer een meevaller. Ja, dat is positief nieuws. Hij trainde vandaag voor het eerst met de groep mee. En volgens mij ging dat prima. Ja, maar het tandem Drost en Saimak, dat betekent toch wel wat voor PEC Zwolle. Nou ja, het zijn ook een beetje onze kroonjuwelen, omdat ze natuurlijk uit eigen opleiding komen. Maar de jongens kun je gewoon zien dat ze elk jaar, vind ik, weer wat beter worden. En wat dat betreft is het jammer dat Mustafa Saimak er nog niet bij is. Dan Wout Brama, ik miste hem op training vandaag. Ja, maar maandag zou hij spelen bij de beloftes. En in de warming-up schiet hij een bal en voelt hij wat in zijn bovenbenen aan de voorkant. En dat is een zodanige toch irritatie van de spieren dat hij dit weekend er helaas niet bij kan zijn. Voor de rest is iedereen erbij die er normaal de laatste weken ook speelde. Ja, buiten de vaste jongens zoals Leroy Labiel bijvoorbeeld. En ook Dimitrios Vervelis. Die zijn er nog niet bij, maar de rest dat ziet er goed uit. Hartelijk dank en succes. Oké, dankjewel. Onze verslaggever Evert-Jan Pasman in gesprek met de trainer van PEC Zwolle, Ron Jans, over die wedstrijd van volgende week. PEC Zwolle tegen SC Heerenveen zondag 26 oktober. Brengt de tijd op precies 20 minuten over 2. Straks om 2:30 begint onder andere de wedstrijd.